Hoe durft u Laurent bekritiseren? Na alles wat hij voor ons heeft gedaan. Na al zijn missies in Congo en in Libië. Is het niet al erg genoeg voor hem dat er nu nog ergens een zus van hem op deze aardbol blijkt rond te lopen? Huh? Nee. Voor jullie, dat is niet genoeg. Dat is nog niet genoeg. Absoluut niet. Je drijft het nog wat meer op de spits. Een boek schrijven. Een boek schrijven over hem. En overal uitbazuinen wat voor een zwarte schaap hij is. Maar allez, kom! Allez, kom! Nog geen chance dat we hier in België zitten. In Engeland. Gepubliceerd door een prinses in bikini en lap. Proces aan uw been. Maar hier, in België. Hoe meer je afgeeft op de monarchie, hoe rijker je ervan wordt. Laat Laurent met rust. Hebt je hem al eens goed bekeken? Hij ziet als een man die met pensioen kan gaan. Hij is bij God nog geen 50. Bijvoorbeeld Michel Dardenne. Michel Dardenne, de zatlap, zo gezegd. En ben voilà. Nu. Content? Papa is er niet meer nu. Fini. Dood en begraven. Is dat wat jullie willen voor onze prins? Naar het schijnt. Is hij een zondaar? Een malheur op de autostraat? En ook een goeie renteniers? Allee, kom. Naar waar ga je naartoe nu? Het is crisis. Crisis. Overal. Voor iedereen. En ook voor hem. Sinds 1830 is hij de eerste van gans ons koningshuis die aan de dop zit. Dus, genoeg met dat geroddel en gezevers! Laurent is een goeie papa. En daarmee uit! Laat Laurent toch met rust. En bravo. Bravo, mijn psychiaters. Echt chapeau. Tof. Mooi. Professionalisme, hoor. Professioneel. Zijn psychologische analyse. Zomaar. Voor heel België uitmerken. Hoor. Op bijna 50-jarige leeftijd is Laurent depressief en snakt naar rust. Wanneer hij verkeerd handelde, was dit slecht een roep om aandacht. Zo bang is hij de woorden te vergeten. Of, hij is als een kind op de springplank die wil dat papa naar hem kijkt. Maar papa zit ergens anders met zijn hoofd. Voilà, magnifiek. Top. Kom aan, zeg. Er zijn grenzen. Het is een BV, akkoord. Maar er zijn er toch nog genoeg anderen.